Door het koude weer trainde Ajax maandagmorgen in het Adidas MyCoach Performance Center. Onder leiding van Dennis Bergkamp werkten de reservespelers aan hun explosiviteit. Sigtorsson trok Boerichter voort. Lukoki deed hetzelfde bij Maurits Schmitz. Voor de basisspelers bleef het maandag op het trainingsveld bij een lange rondo. Toby Alderweireld was ook van de partij uiteraard en had zijn humeur niet laten verpesten door het gelijkspel tegen Roda JC. Al baalde hij natuurlijk wel. Het zou erger geweest zijn als we ook met heel slecht voetbal hadden gespeeld. Dat viel op zich nog aardig mee. Alleen we moesten die trekker overhalen, denk ik, en dat hebben we niet gedaan. Oké, maar we hebben wel genoeg vertrouwen dat het spelbeeld goed was en dat we dat donderdag weer moeten neerzetten. Alderweireld, die zelf ook dicht bij de 2-1 was, vertelde dat ook uit de analyse bleek dat er één ding echt beter moet in de resterende wedstrijden. Alderweireld ziet hier de keeper iets voor zijn doel staan. Ik denk dat het vooral was dat we efficiënter voor het doel moeten zijn. En dat we dan hun, ja, dat, daar draait het spelletje voetbal natuurlijk uiteindelijk om een goal te maken. En daarmee konden we onszelf makkelijker maken om, als je heel vroeg een doelpunt maakt. En die kansen waren er zeker. Maar het kwam ook door ons spel dat we zulke kansen creëren. En dat is uiteindelijk wel het voornaamste dat we ze creëren. En het doelpunt te maken, ja, dat komt zeker nog wel. Na het competitieduel met Roda wacht donderdag de wedstrijd tegen Steaua Bucharest in de Europa League. We willen zo lang mogelijk op drie fronten meestrijden. En de eerste halte in de Europa League is Steaua. De meeste mensen onderschatten denk ik het team, dat het een aardig team is en we zullen het lastig genoeg krijgen. Maar we moeten zorgen dat we met een goed resultaat naar daar kunnen gaan. Ajax Steaua is de tweede wedstrijd van 7 in 21 dagen voor Ajax. Hoe leef jij deze weken? Als een soort van monnik dan, als je zoveel wedstrijden hebt? Ja, op zich eigenlijk wel. Ja. Dat kan je wel een beetje vergelijken. Je speelt, je komt, je reist vaak. Je komt thuis, je bent thuis. Natuurlijk met je familie en dat is het eigenlijk een beetje. Je gaat weer trainen en je gaat weer spelen. Het is heel asociaal even, maar ja, dat is het leven van een topsport. In Europees willen we ons laten zien en dat hebben we tegen Manchester City bijvoorbeeld gedaan. En we willen het weer laten zien en die finale is hier in Amsterdam. Dus met een kleine omslag kijken we natuurlijk wel naar daar. En het zou mooi zijn als je dat ooit zou kunnen halen, zeker met die team. En daar werken we hard voor en dit is de eerste halte daartoe. Ja, is die finale in Amsterdam, is dat, praten jullie daarover of is dat meer zo van nou, nee, het is er en nou ja, we zien het wel? Nee, het is een droom denk ik daar moeten we hard voor werken en misschien kunnen we het halen. Het is nog heel ver weg en we moeten realistisch zijn, er zijn heel veel goede clubs. Alleen, het zou een droom zijn en daarvoor moet je alles verlaten denk ik. En daarvoor gaan we ons best doen en dan zien we wel waar we stranden.